Vice-president Aldin betreurt slechte bejegening. De vice-president van de Republiek Suriname, Michael Ashwin Aldin, betreurt het voorval dat zich heeft voorgedaan op het sportveld van Kamel de Waker. Enkele manspersonen meenden tijdens de toespraak van de vice-president hem slecht te bejegenen door de regeringstopper negativiteit toe te schreeuwen. Ieder mag kritiek hebben op de regering, maar wij moeten ten alle tijde normen en waarden hoog houden, reageerde de regeringsleider in gesprek met het Nationaal Informatieinstituut. De VP zegt altijd respectvol om te gaan met mensen om zich heen. Hij zal hier niet van afstappen omdat hij gelooft dat zijn voorbeeld navolging behoeft. Hij is er niet over te spreken dat landgenoten zich op dusdanige wijze hebben uitgelaten. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.